Goedemorgen allemaal. Welkom op de nieuwe vlog. Zijn jullie ook zo vrolijk geworden van dat liedje? De wetenschap dat God zoveel van ons houdt. En op maandag, dinsdag, alle dagen weer. Ik hoop dat jullie een fijne week hebben gehad. Het was soms wel erg warm, hè? Was dat moeilijk op school of stonden de ramen open en was het makkelijk? We beginnen vandaag weer met gebed. Zullen we bidden samen? Vader in de hemel, zo komen we tot u en we willen u vragen of u bij ons wil zijn. Heer, het gaat over u, het gaat over geloofshelden, het gaat over het plan wat u heeft met ons leven. Wil helpen, Heer, dat we dat goed gaan begrijpen. Goed gaan begrijpen dat u zoveel van ons houdt en dat u, ja, en dat u een plan met ons leven hebt. Ik vraag u zegen voor alle kinderen, de kinderen die niet kunnen komen nu naar de dienst en die thuis zitten, ja, te kijken. Dank u wel, Heer, voor ons allemaal. Vraag ik u en dank ik u om Jezus wil. Amen. Ja, en nu gaan we de tekst oefenen. Vorige week hebben jullie al geoefend met juf Maria. En nu staat hij er weer. Het is niet zo'n lange tekst, dus ik denk dat jullie hem wel heel snel zullen kennen. Zullen we hem eerst één keertje oefenen? God is mijn vesting en kracht. Hij heeft mijn weg gebaand. 2 Samuel 22, vers 33. Mooi, hè? Dat God onze vesting is. Dat betekent dat hij, ja, muren van kracht om ons heen zet om ons te beschermen. En dat hij, ja, dat wij de weg mogen gaan die hij alvast gelopen heeft. Zullen we het nog één keer doen? God is mijn vesting en kracht. Hij heeft mijn weg volkomen gebaand. 2 Samuel 22, vers 33. Jullie weten natuurlijk ook dat je weer van alles met die tekst kan doen, hè? Je kunt hem weer knippen in repen. Je kunt er, ja, wat kun je eigenlijk? Je kunt al die figuurtjes ook uitknippen. Dat lijkt me ook wel leuk. En dan kleuren en eens een keertje anders leggen. Bijvoorbeeld 2 Samuel 22 vers 33. Kun je ook zo naar boven doen dat je daarmee begint. Misschien onthoud je het dan beter. Ik ben benieuwd. Veel succes met deze tekst. Dan gaan we nu beginnen met het verhaal. Jullie weten het, hè? Ik zeg het iedere keer weer. God heeft een plan met deze wereld. God heeft een plan met jouw leven. En God heeft eigenlijk een plan met iedereen, als je van hem houdt. Vorige week is er over Mozes verteld, hè? Mozes die in een biezenmandje door de prinses gevonden werd. En er werd tegen Mirjam gezegd dat ze mee naar huis mocht nemen. En dat de moeder hem mocht opvoeden totdat hij een beetje, ja, zelfstandig kon zijn. En wat voor leeftijd zou dat nou geweest zijn? Dat wordt nergens gemeld in de Bijbel. Maar als je verder leest naar de dingen die gebeuren, dan weet ik heel zeker dat ze hem verteld heeft wie hij is. Kijk, hij wordt straks wel een Egyptische prins, want dat was hij al een beetje. Maar hij is ook een heel brave jongen. En ik denk dat zijn moeder heeft gezegd van, denk erom, er is maar één God en dat is de Heer. En al die Egyptische goden die je straks tegenkomt in het paleis, dat is allemaal nep. En Mozes heeft dat goed onthouden, want als later die plagen komen, dan weet hij dat elke keer, ja, zo'n afgod werd geprikkeld. 1 God. En als zijn moeder het niet vertelde, dan vertelde zijn vader het wel. En denk erom dat je tegen die ene God bidt. En toen hebben ze hem naar het paleis gebracht. En dan werd hij verder opgevoed. Daar kreeg hij overal lessen in. In lezen en schrijven. Want de eerste boeken van de Bijbel zijn door Mozes geschreven. En dat niet alleen. Hij kreeg niet alleen mooie kleren aan. Dat kun je ook wel zien. Ik denk dat dat zuiver goud is geweest. Maar hij kreeg ook les in sporten. Want
Hij moest een getraind lichaam hebben. En hij moest zo'n wagen mennen, weet je wel, met zo'n paard ervoor. Want hij moest ook leren strijden met speren en alles. Want als hij volwassen zou zijn, dan zou hij een hele belangrijke positie krijgen aan het hof bij de farao. En dan moest hij van alles verstand hebben. Ook over militaire zaken. Hoe je in slagorde moest staan en ja, wat komt er eigenlijk nog meer bij kijken als je militair bent. Dat moest hij allemaal weten. Dus eigenlijk een opvoeding van alles en nog wat hij nodig zou hebben. En Mozes leerde dat. Maar wat Mozes ook deed, is af en toe gaan kijken bij die Hebreeuwse slaven. Weet je wel? Het volk Israël, dat waren slaven geworden. En die moesten steden sjouwen. En het was zwaar, want ze moesten een stad bouwen. En er was geen genade. En Mozes ging kijken. Ik denk dat dat hem heel verdrietig heeft gemaakt. Als je toch ziet dat jij een prins bent. En dat jouw volk, waar je vandaan komt, op zo'n verschrikkelijke manier behandeld wordt. En op een dag gebeurde het. Wat ziet Mozes? Hij ziet dat er een slaaf van zijn volk zo verschrikkelijk wordt geslagen door iemand. En dan kan Mozes zich niet langer bedwingen. Hij springt van de wagen af en hij slaat die man dood. Mozes kende zijn eigen kracht niet. Hij keek om zich heen. Zou iemand het gezien hebben? Nee. Gauw groef hij een gat in de grond. En daar legde hij de man in, zand erover. En hij dacht, niemand weet het. Niemand. Ik denk dat zijn hart wel gewond zou hebben. En dat hij iedere keer zou gedacht hebben. Zouden ze hem gemist hebben? Zou iemand het weten? De volgende keer dat Mozes op de markt kwam, wat ziet hij daar? Hij ziet dat twee van zijn eigen volk een beetje slaags raken. Kijk, ze kwaad zijn op elkaar. Ja, maar dat kan niet. Hij gaat er naartoe en hij zegt, wat zijn jullie mee bezig? Jullie moeten toch geen ruzie maken, ben je helemaal? Jullie moeten zo hard werken en dan ook nog ruzie maken? Zegt die ene, waar bemoei jij eigenlijk mee? Wat heb je over ons te zeggen? Toch helemaal niks? En kijk maar eens naar jezelf. Jij hebt gewoon een Egyptenaar doodgeslagen. Oh, oei, zou hij dan toch gezien zijn? Wat een verschrikking is dat. Wat moest hij nou? Ja, dat deed hij. Vluchten. Kijk, de woestijn in. En hij liep en hij liep. En weet je, nou heeft hij toch wel wat aan zijn opvoeding gehad. Want hij wist een beetje de weg, de strategie. Noemden ze dat en ze hadden nog veel meer mooie woorden ervoor. En hij liep naar het land Midian. En daar ging hij zitten. Hij zat bij een put uit te rusten. En kijk, bij een put komen meestal mensen. En ik denk dat hij mensen had willen ontmoeten. Er kwamen een paar meisjes aan. 7 stuks als je goed telt. En die hadden schapen bij zich. Die gingen ze water geven. Dat was hun werk. En Mozes zat dat maar eens te bekijken. En de meisjes zeiden gewoon netjes gedag en die putten water. Maar opeens kwamen er nog meer kuddes aan. Er waren herders bij. Mannen. En wat deden die? Wat, zeiden ze tegen die meisjes. Aan de kant, wij eerst. En de meisjes gingen aan de kant. Ze waren dit wel een beetje gewend en lieten die mannen maar voortdringen. Ja, maar dat kon Mozes niet aanzien. Hij stond op en hij joeg die mannen weg. Vooruit, zei hij, die meisjes waren eerder. En kijk, toen werd hij geland. Hij ging helpen. Hij putte water en hij gaf de schapen te drinken. Zo hielp hij de meisjes. En de meisjes, die waren blij, ze waren veel eerder klaar en ze gingen naar huis. En hun vader,
we weten nu dat hij Jethro heet en dat hij eigenlijk de priester daar in Midian was. Zo, zijn vader, wat zijn jullie vroeg terug? Ja, er zat een Egyptische man en die heeft die herders weggejaagd. En hij heeft geholpen en de beesten te drinken gegeven. Waar is die dan? Hebben jullie hem niet meegenomen? Nee? Nou, ga hem dan eens snel halen en zeg dat hij bij ons kan eten en uitrusten. Dat deden de meisjes. Kijk maar, hier zit hij gezellig. Het was blijkbaar zo gezellig dat hij gebleven is. Hij bleef en hij trouwde met een van de zussen, van de zeven zussen, Sippora. En hij werd ook herder. En daar ging hij in de woestijn. Zie je hem lopen daar als herder? En in die woestijn leerde hij zoveel. Hij leerde elk beestje kennen waar je last van kunt hebben, de beestjes die gevaarlijk zijn. Hij kende elke weg en elk pad en hij wist hoe de zon stond en waar je moest op letten voor gevaar voor mensen. Alles wist hij. En zo ging de tijd voorbij. Hij kreeg een zoon, Gerson. En hij kreeg nog een zoon. Hij was, wat je noemt, een vader geworden. Kijk. Het werkje is nog een beetje snel. Dat komt zo dadelijk wel. En God hoorde al die tijd de narigheid van zijn volk Israël. Hij hoorde het. En wat deed hij ermee? Hij was bezig met voorbereiding. Voorbereiding? Ja, ik zei toch dat God een plan met de wereld heeft en een plan met jouw leven en een plan met zijn volk Israël. En weet je, Mozes die was 40 jaar aan het hof en toen 40 jaar in de woestijn. 40 jaar, dat is een getal. Een getal in de Bijbel en die heeft een betekenis. 40 jaar betekent voorbereiding en verwachting. Dat zijn mooie woorden. Voorbereiding. Ja, God had een plan met het leven van Mozes. 40 jaar kreeg hij die voorbereiding aan het hof bij de farao. En 40 jaar in de woestijn, die leerde hij helemaal op zijn duimpje kennen. Zo maakte God hem klaar en zo wilde hij de gebeden verhoren van zijn volk Israël. Mozes, zijn naam vind je ook nog in het Nieuwe Testament. Hebreeën 11, kijk maar eens. Daar kun je al die geloofshelden vinden. En dan weet je wat ze allemaal gedaan hebben. En God heeft ze allemaal voorbereid. Nu moet je niet denken dat wij zulke zware taken hoeven te doen. Misschien wel iemand, maar ook in het kleine. Weet dat God een plan met jouw leven heeft. Misschien moet je wel alleen maar vriendelijk glimlachen en zo laten zien wie God is in het leven van anderen. We weten het niet. We weten wel dat God omziet naar ons. En als we dat onthouden, wat is toch het mooiste wat er is? Volgende week gaan we verder. Dan gaan we weer verder met het verhaal van Mozes. Kijk, nu gaan we wel naar het werkje toe. Jullie hebben de voorbereidingen al gezien. We gaan een put maken. Juf Sida, die legt op de WhatsApp uit hoe je dat allemaal moet maken. Het is natuurlijk wel een beetje een modernere put. Maar dan weet je in ieder geval dat het water uit de grond komt. Ik wens jullie daar heel, heel veel succes mee. En dan nu gaan we afsluiten met de zegen. Zijn jullie er klaar voor? Dan zeg ik de zegen van God. Wens ik jullie toe. Weet dat Hij jou nooit verlaat. De zegen van God blijft altijd bij jou, overal waar je gaat. Voordat jullie nu het werkje gaan maken, zou ik zeggen, even de beentjes van de vloer. Want ik heb nog een heel mooi liedje als afsluiting. We zijn veilig. Dansen jullie mee? En dan zou ik zeggen, tot volgende week op de zonderschool.
Wat een domme zoek.